Naaldwijk. Het monument voor de Holocaust is onthuld. Op het Wilhelminaplein in Naaldwijk is gisteravond het lichtmonument Het Levenslicht onthuld. Hiermee worden de 51 Westlandse slachtoffers van de Holocaust herdacht. Na korte toespraken van onder andere burgemeester Arends en Harry Groenewegen werd de onthulling verricht door Holocaust-overlevende Katja Pront en haar zoon Ruben. Katja is de kleindochter van de vermoorde Naaldwijkse Joodse slager Gabi van Leeuwen. Leerlingen van de basisschool Andreashof uit Kwinshul noemden hardop de namen van de Westlandse slachtoffers. Het monument bestaat uit 500 herdenkingsstenen en is tot 2 februari in Naaldwijk te bezoeken.